Hoi, in dit filmpje gaan we kijken hoe je hypotheses toetst met een experiment. Daarmee kun je vaststellen of je je hypothese accepteert of juist verwerpt, zodat je betere beslissingen kunt nemen voor een organisatie en zo waarde toevoegt. Laten we direct beginnen. Nou, even terug, wat is ook alweer een experiment? Een experiment is een vorm van kwantitatief onderzoek waarbij er sprake is van meerdere groepen. Iedere groep die stel je aan iets anders bloot, een zogenaamde interventie, en we spreken van causale verbanden, ofwel een oorzakelijk verband. Nou, we gaan dit filmpje doen aan de hand van een drietal stappen. In eerste instantie hypothese opstellen. Tweede is interventies ontwikkelen. En ten derde het meten van effect. Maar laten we beginnen bij het begin en dat is dus het opstellen van hypothese. Nou, even goed om te weten: zogenaamde geschikte hypothese die hebben een aantal kenmerken. Ten eerste hebben die een als-dan-structuur. Ten tweede bevatten die een verbetering, ofwel als x het geval is, dan verbetert y. En ten derde ze zijn concreet. Om de conversie te verhogen, moet de organisatie beïnvloedingsprincipes inzetten. Nou, dit is natuurlijk geen hypothese, omdat dit geen voorspelling is, dit is meer een advies. Dus dit is geen geschikte hypothese. De tweede, als de organisatie beïnvloedingsprincipes inzet, dan verhoogt de conversie. En je ziet hier al de als-dan-structuur, je ziet hier ook de verbetering. Alleen deze is nog niet heel erg concreet. En daarom is het nog geen geschikte hypothese. Dan de derde, als de organisatie een schaarste argument gebruikt in de webshop, dan verhoogt de conversie. Dus je ziet hier de als dan structuur en de verbetering, maar ook dat die concreet is. En dit is dus een geschikte hypothese om te gebruiken bij een experiment. Oké, okay, laten we eens een paar hypotheses gaan ontwikkelen. Wij zien hier een situatie van sneakers en meer, dat is een webshop en die heeft een bepaalde schoen die zij willen verkopen en daaronder staat een koop nu knop. Nou, wat zij heel graag willen is het aantal kliks op de koop nu knop, die willen ze gaan verhogen. En op basis van de theorie over persuasion principles van Cialdini uit 2009, stellen we een drietal hypotheses op. Uh, die zien er dan als volgt uit: hypothese 1 is als de webshop de uiting van de sneaker voorziet van een schaarste argument, dan leidt dat tot meer klikgedrag. Dus je ziet hier de als-dan-structuur, dat het leidt tot een verbetering en dat die concreet is. De tweede hypothese, als de webshop de uiting van de sneaker voorziet van een sociaal bewijsargument, dan leidt dat tot meer klikgedrag. Je ziet de als-dan-structuur ook dat het leidt tot een verbetering, maar ook dat die concreet is. En de derde hypothese, als de webshop de uiting van de sneaker voorziet van een autoriteitsargument, dan leidt dat tot meer klikgedrag. Als-dan een verbetering en ook dat de hypothese concreet is. Oké, okay, tot zover het opstellen van hypotheses. We gaan nu verder met het ontwikkelen van interventies, ofwel waar je groepen dan daadwerkelijk aan blootstelt. En een paar dingen zijn daarvoor van belang. Ten eerste, per interventie manipuleer je maar één variabele, anders weet je niet wat je meet. En ten tweede, maak gebruik van een controlegroep. Want zo kun je meten of de interventie daadwerkelijk effect heeft. En om dat te duiden, ook weer een voorbeeld. Nou, we hebben, ik sluit eigenlijk aan bij het voorbeeld wat ik zojuist heb gegeven over de webshop Sneakers Co. Dus wij zien hier wederom de uiting die ze standaard gebruikten. En dit is dan de controlegroep. Dus op basis van deze uiting gaan wij nieuwe interventies maken. Waarin een, bepaalde, een bepaald argument wordt gebruikt om, uh, om meer klikgedrag te realiseren. Nou, dan hebben we in eerste instantie het schaarste argument hebben we hier aan toegevoegd. Dus je ziet hier onder de koop nu knop nog maar drie stuks over. Dus dat is een operationalisatie van een schaarste argument. En dan vervolgens hebben we de sociaal bewijs. Bestseller, al vaak verkocht, dus dit is de derde uiting. En dan vervolgens nog een uiting die gaat over autoriteit, aanbevolen door Pharrell Williams. Dus zo zie je dat we een aantal interventies hebben ontwikkeld, die we dan gaan gebruiken om bepaalde groepen aan bloot te stellen en om het effect daarvan te vergelijken. Dus tot zover hebben wij het nu gehad over het ontwikkelen uh, of het opstellen van hypotheses en het ontwikkelen van interventies. Wat we nu gaan doen is het meten van effect. Nou, en dat gebeurt in twee uh, stappen. In eerste instantie gaan we kijken of een Interventie-effect heeft. Dus we vergelijken de interventie met de controlegroep. Zodoende kunnen wij ook een uitspraak doen over de hypothese om die te accepteren of die te verwerpen. Maar daarnaast willen wij ook weten welke interventie het meeste effect heeft. En we vergelijken dan de interventies met elkaar, zodat je kunt zeggen: Oké, okay, van alle interventies die we hebben getoetst, is dit de beste. Dus ik zou deze gaan gebruiken. Maar voordat we dat doen, gaan we dus beginnen bij het begin, ofwel kijken of een interventie effect heeft. Nou, dat visuele weergave van een experiment die ziet er als volgt uit. Eerst komt men natuurlijk binnen bij, uh, bij het onderzoek. En vervolgens wordt er, vindt er randomisatie plaats. Nou, die komen dan, komen dan dus random in één van de vier groepen. Nou, als je dan bent blootgesteld aan één van die uitingen, dan vervolgens vindt er observatie plaats of een vragenlijst. Dus je meet dan in feite wat de antwoorden zijn of hoe vaker er erop is geklikt. Ze willen bijvoorbeeld vergelijken of uh, de controlegroep verschilt van de groep uh, schaarste. En als er een significant verschil is, dan kunnen we dus zeggen dat dat schaarste argument werkt. Nou, datzelfde willen we dan doen tussen de controlegroep en de sociaal bewijs en hetzelfde willen we ook doen met de controlegroep en de autoriteit. Dus als een van die interventies significant verschilt van de controlegroep, dan kunnen wij dus vaststellen uh, dat het argument werkt. Nou, om dat te doen, doe je dat natuurlijk met een. Uh, of natuurlijk, dat doe je met een ANOVA. In een ander filmpje heb ik laten zien hoe je een ANOVA in SPSS doet. Dus daar ga ik nu voor de rest niet op in. Ik zal de link naar uh, dat filmpje in de beschrijving van dit filmpje zetten. Uh, wat ik wel wil laten zien is hoe je de resultaten van deze ANOVA juist interpreteert. En dan is het ook gelijk direct duidelijk hoe dat in deze situatie plaatsvindt. Nou, de resultaten die zien er als volgt uit. We zien hier de descriptive statistics, ofwel de descriptieve statistieken. En ik pak eventjes mijn laser erbij. Dus we zien hier dat de controlegroep die scoort een 2,5 gemiddeld op een schaal, Schaarste een 3,5. Sociale bewijslast een 3,3. En autoriteit een 4. Dus we zien hier al automatisch dat in de steekproef de autoriteit, uh, het, autoriteit het hoogste scoort. En dat de controlegroep het, laatste, het laagste scoort. Maar we weten natuurlijk nog niet of dat uh, effect Significant is. Nou, daarvoor moeten we natuurlijk kijken naar de output van de ANOVA. En die zien wij hier en wij zien eigenlijk al vrij snel dat er een significant effect is. Die heb ik in het oranje gelabeld. De p-waarde is namelijk kleiner dan 0,05, dus dat betekent dat er een significant verschil is tussen één of enkele groepen wat betreft het aantal kliks. Dus uit een ANOVA blijkt met 95% betrouwbaarheid dat er een significant verschil is tussen de interventies wat betreft het aantal kliks. Want de p-waarde is kleiner dan 0,05. Maar ja, we weten nu natuurlijk dat er één of enkele groepen verschillen, maar nog niet welke groepen van elkaar verschillen. Dus daarvoor gebruiken we de pairwise comparison die onderdeel is van de ANOVA. Nou, en die ziet er als volgt uit. Dus we zien in eerste instantie deze tabel, best wel ingewikkelde tabel, maar we hebben niet alles nodig. Dus in eerste instantie kijken we natuurlijk naar de interventie, de controlegroep. Dus die zien we hier natuurlijk helemaal boven in het groen staan. En die willen we dus gaan vergelijken, bijvoorbeeld met de interventieschaarste. En dan blijkt eigenlijk dat er een significant effect is, want de p-waarde is kleiner dan 0,05. Dus je schrijft op, uitgepaarde vergelijkingen blijkt met 95% betrouwbaarheid dat de schaarste interventie significant hoger scoort wat betreft het aantal kliks dan de controlegroep, want de p-waarde is kleiner dan 0,05. Nou, en datzelfde geldt eigenlijk voor de controlegroep versus sociale bewijslast. Ook daar is de p-waarde kleiner dan 0,05. En datzelfde geldt ook voor de controlegroep versus de autoriteit. Die p-waarde is ook kleiner dan 0,05. Dus als wij dan deze drie hypotheses erbij pakken, dan is er op elk van de, van de interventies is er een significant verschil tussen de controlegroep en het argument. Dus dat betekent dat we alle hypotheses kunnen accepteren. Op het moment dat de p-waarde groter is dan 0,05, dan verwerp je natuurlijk een hypothese. Dus we hebben nu gekeken naar uh, of een interventie effect heeft. Nou, alle interventies die wij hier hebben ontwikkeld, die blijken effect te hebben. Uh, dat is vrij uitzonderlijk, maar uh, dat kan natuurlijk wel. Maar we willen niet alleen weten of er effect is, maar we willen eigenlijk natuurlijk ook weten welke interventie nou het meeste effect heeft. En daarvoor gaan we de interventies met elkaar vergelijken. Nou, en dat doen we als volgt. Um, dus ik moet eerst weer eventjes terug naar de visuele weergave van het experiment. Dus waar we voorheen de controlegroep telkens vergeleken met één van de interventies, gaan we nu deze interventies onderling vergelijken. Dus we gaan de, de schaarste, sociaal bewijst en autoriteit onderling vergelijken om te kijken welke er het hoogste scoort. En daarvoor kunnen we exact dezelfde toets gebruiken, zelfs dezelfde output. Dus dat is wederom de ANOVA. Nou, dus laten we die er weer eens eventjes bij pakken. Hier zien we de descriptieve statistieken nogmaals staan. Dus de controlegroep scoort een 2,5, schaarste een 3,5, sociaal bewijslast een 3,3 en autoriteit een 4 op een 5-puntschaal. Dus wat ik hier normaal gesproken doe, is ik pak de hoogste, dat is natuurlijk autoriteit, en ik ga die vergelijken met de ene hoogste of daar een significant verschil tussen is. En als er een significant verschil is, dan komt het niet alleen voor in de steekproef, maar ook in de populatie, en kunnen we dus vaststellen dat dat de meest effectieve Interventie is om het doelgedrag te bereiken, en dat was natuurlijk het klikgedrag. Dus ik ga autoriteit vergelijken met schaarste. Nou, dat doen we als volgt. Dan gaan we wederom in de pairwise comparison kijken. Waar we voorheen helemaal bovenin keken bij de controlegroep en die vergeleken we met schaarste, met sociale bewijslast en met autoriteit. Gaan wij nu kijken naar autoriteit en die gaan wij dus vergelijken met schaarste. En dan kijk je natuurlijk direct naar de p-waarde. En ook daar is er een p-waarde van die kleiner is dan 0,05. Dus dat betekent dat er een significant verschil zit. Tussen de interventie autoriteit en de interventie schaarste, dus dat schrijf je als volgt op, uitgepaarde vergelijkingen blijkt met 95% betrouwbaarheid dat de autoriteit interventie significant hoger scoort wat betreft het aantal kliks dan de schaarste interventie. Dus je kunt eigenlijk vaststellen dat de autoriteit interventie het beste werkt van alle interventies die je hebt ontwikkeld. Oké, okay, uh, tot zover. We, we hebben gezien hoe je hypothesen kunt toetsen met een experiment. We behandelden hoe je de juiste hypothese opstelt, hoe je correcte interventies ontwikkelt en hoe je effect daarvan meet. En dat helpt om vast te stellen of je je hypothese accepteert of verwerpt, zodat je betere beslissingen kunt nemen voor een organisatie waarmee je waarde toevoegt.